Welkom terug bij Z-Today. Het is een van de grote gevaren voor de wereldwijde volksgezondheid. Bacteriën die totaal ongevoelig zijn voor antibiotica. Wereldwijd overlijden hierdoor duizenden mensen. En artsen maken zich grote zorgen, want ze staan machteloos tegenover zo'n resistente bacterie. Nederlandse onderzoekers van het RIVM zijn op dit moment in China op bezoek... om te helpen om die zogeheten antibiotica-resistentie daar aan te pakken. Um, Karin, even dit probleem. artsen maken zich de grote zorgen... Voor over, maar hoe vaak komt dit voor? Het is wereldwijd echt een heel groot probleem. Alleen al in Europa sterven jaarlijks zo'n 25.000 mensen aan een bacteriële infectie, die dus niet meer op die antibiotica reageert. Kijk je dan wereldwijd, dan zijn dat 400.000 mensen. Voor Nederland zijn er geen exacte cijfers, maar dat het hele vervelende gevolgen kan hebben, ja, dat is wel duidelijk. Onze verslaggever die was vorig jaar voor een ander verhaal bij de familie Hilgers. Zij hadden twee kindjes gekregen. En een van die kindjes die liep zo'n bacteriële infectie op en was resistent tegen antibiotica. Kijk maar. Op 28 maart worden Tom en Luc Hilgers geboren. Toms gewicht is onder de maat en hij moet aansterken. Hij loopt een nekbacterie op, maar met behulp van antibiotica geneest hij daarvan. Als hij drie weken thuis is, komt er een brief van het ziekenhuis. Uit een kweekje blijkt dat hij een bijzonder resistent micro-organisme heeft opgelopen en dat niet alle antibiotica meer zullen helpen. Hoe vaker die behandeld zou moeten worden met antibiotica, hoe minder uh, antibiotica's er nog gaan werken op een gegeven moment. Dus hij is heel kwetsbaar. Ja. ja je bent als dood dat hij een, uh, een ontsteking of een iets krijgt waardoor hij met antibiotica behandeld zou moeten worden. Ja, nu een jaar later gaat het gelukkig goed he, met het oh, kindje, heeft geen antibiotica meer nodig gehad. Maar goed, dat het vervelende gevolgen kan hebben en dat je daar ook lang last van hebt, dat is wel duidelijk. Want wat, hoe, hoe werkt het precies dan? Wat is het verband tussen antibiotica aan de ene kant en die resistente bacteriën aan de andere kant? Ja, nou wereldwijd wordt er heel veel antibiotica, heel veel antibiotica gebruikt. He, bijvoorbeeld als je een bacteriële infectie hebt bij mensen, maar ook bijvoorbeeld uh, in de veehandel, bij dieren als die ziek worden. Dan Wordt daar ook antibiotica? Wordt daar ook antibiotica gegeven? Het probleem is, dat het gebeurt zo vaak dat bacteriën waarvoor je die antibiotica krijgt, op een gegeven moment denken. Ja, ik ken dit al. Ik kan hier wel een afweermechanisme tegen bedenken. En die reageren daar dus niet meer op. Ja, en een dan hele je... snelle evolutie in de. Ja, in de... precies. En dan heb je echt een probleem. Want dan kan je dus hebben dat een hele simpele bacteriële infectie opeens meer niet meer te behandelen is met antibiotica. Oké, okay, maar hoeveel kans maak jij en ik nu om. Uh, ...resistent te worden en ja. dat je dus geen antibiotica meer kunt krijgen als je iets hebt? Nou ja, iedereen kan in principe zo'n bacterie krijgen die daar niet meer op antibiotica reageert. Maar als je gewoon gezond bent, hoef je daar niet per se last van te hebben. Dan ben je gewoon drager en verder geen lucht. Maar voor kwetsbare groepen is het wel heel vervelend. Voor ouderen bijvoorbeeld, hè? Voor, voor jonge pasgeboren kindjes, zoals je in de reportage zag. Ja, het RIVM hebben we daar natuurlijk over gesproken. Ze houden alles in de gaten. zeggen in Nederland is het nog geen gigantisch risico, maar wel echt iets dat in de gaten gehouden moet worden. Ik denk dat we ons in Nederland niet vandaag zorgen hoeven te maken, want we hebben nu nog weinig bacteriën die resistent zijn. Maar wat wel belangrijk is, is dat we die dreiging heel serieus nemen en dat we ons voorbereiden op een toekomst waarbij er mogelijk meer resistente bacteriën zijn. Nou, er komen in de toekomst mogelijk meer, maar waar zitten die dingen in? Kan ik ze vermijden? Of is het gewoon een kwestie van minder antibiotica? Nee, nou ja, het probleem, ja, minder antibiotica helpt, want, maar dan moet iedereen dat wereldwijd doen. Hè? Dus als jij minder antibiotica neemt, dan heeft dat geen, enke, geen enkele zin. Heel veel discussie gaat over vlees, omdat natuurlijk bij kalveren, uh, varkens, heel veel antibiotica werd gebruikt. Mensen zeiden dan, dat komt in mijn vlees terecht, daarmee krijg ik ook die bacteriën. Mm -hmm. Dat is niet zo, daar zijn afspraken over gemaakt. Maar wel in de ontlasting van die dieren bijvoorbeeld. Dus mensen die heel veel uh, op een boerderij werken, ja, die komen daarmee in aanraking en moeten dus als ze in het ziekenhuis belanden, goed worden. Worden gemonitord. Het RIVM zegt dat er nog veel meer is waar je op kunt letten. Luister maar. Als je natuurlijk naar het buitenland gaat en je, en je wordt in sommige landen opgenomen in het ziekenhuis, dan moet je dat wel even vertellen als je in Nederland ook weer in een ziekenhuis terechtkomt. Uh, dus dat is een belangrijke risicofactor. Soms het werken met varkens kan een risicofactor zijn. Maar in de Nederlandse zorg hebben we dat redelijk op een rijtje. Dus als je ook in een Nederlands ziekenhuis komt, dan, wordt, dan krijg je, zie je vaak van die bordjes of vragenlijsten wordt daarna gevraagd. Dus dan wordt daar goed op gelet. Verder is het gewoon ontzettend belangrijk dat als een dokter zegt van nou ik moet daarvoor antibiotica gebruiken. Het moet zo lang dat je je gewoon aan die voorschriften houdt. Dus goed naar je dokter luisteren ook. Ja, het grote punt is dus, in het buitenland wordt veel meer antibiotica gebruikt mm -hmm. dan in Nederland. Ga je dus veel reizen, beland je in die ziekenhuizen, heb je ook meer risico om zo'n bacterie op te krijgen. Okay. En wij gaan nu de Chinezen daarmee ja. helpen. Omdat wij er zo goed in zijn. Nee, om... Die Chinezen hebben ons echt gevraagd, omdat wij inderdaad het slimste jongetje van de klas zijn, omdat we heel veel onderzoek doen naar die resistentie. Omdat wij als Nederland uh, ook heel weinig. Antibiotica uitgeven als huisarts. Ja. Als je kijkt naar de grafiekjes die daarover zijn, dan zie je dat uh, per duizend inwoners in Nederland dagelijks elf keer antibiotica wordt verstrekt. In andere landen, uh, denk Frankrijk, denk Griekenland, is dat vele malen hoger. Dus dat verhaal dat je in Frankrijk voor mensen van de geeks uh, gewoon een paardenmiddel krijgt, dat klopt. Nou ja, dat klopt dan dus. En in ja. Griekenland dus blijkbaar ook. Voor verkoudheid um, krijg je antibiotica als je naar de dokter gaat. In precies, Nederland. Ja, precies. Okay, dus de crux is minder antibiotica gebruiken wereldwijd en dan. Ja. Gaat het met die resistentie ook? Nou ja, en, en die Chinezen willen dus nu echt van Nederland weten. Hoe doen jullie dat nou? Hoe geven jullie mensen nou minder antibiotica? Maar ook hoe let je bijvoorbeeld op mensen, maar ook op veevoer, waar het ook vaak wordt gebruikt? Die link hadden ze zelf nog niet helemaal gelegd. Dus ze gaan okay, echt iets doen. Dat ja. gaan Nederlanders daar doen. Dank je wel.